We hebben al een aantal keer meegedaan aan de expo, omdat het heel erg belangrijk is dat wij ons als Finabank willen profileren in de oil en gas sector. Het is natuurlijk niet veel landen gegeven wat er voor de deur staat aan oil funds. Dus we hebben een heel mooie toekomst te verwachten als Suriname. Maar dat schept ook verplichtingen met zich mee. En wij willen als bank goed weten wat er speelt, wat de behoefte is. Maar ook wat we kunnen verwachten en wat er op ons af zal komen. Zodat we er toch proberen een stap voor te blijven. Om ook onze rol te hebben om de partij in Suriname daarop voor te bereiden. Zodat we er met z'n allen zoveel mogelijk uit kunnen halen aan het eind van de rit. Goed, het was heel erg druk bezocht. Er waren bijzonder interessante sprekers. We hebben flink genetwerkt, dus dat betekent met heel veel mensen gesproken, uit het buitenland ook. Daar kennis en ervaring op gedaan en dat heeft ons dus besloten om weer mee te doen. We hopen dat het nu wat meer zich gaat materialiseren, wat er allemaal gaat gebeuren. En daarmee bedoel ik... De voorgaande jaren werd er natuurlijk, was er veel minder informatie bekend. Nu ziet het er toch wel uit dat er echt commerciële olie uit de grond gehaald gaat worden. Maar het formele besluit, de FID waar iedereen het over heeft, moeten we natuurlijk nog afwachten. Dus dit jaar hebben we ook begrepen aan de opkomst van SOGS. Zou verdubbeld zijn ongeveer. Dat is waar we naar verwachten. Dus nu hopen wij veel meer concrete voorstellen of projecten ook te kunnen bespreken waar wij als bank een rol in zouden kunnen spelen. Ja. Toh, ja. Dus als je kijkt naar de International Oil Companies, de IOC's en de International, dus hun leveranciers, de suppliers, die zijn op zoek naar banken in het land die hun kunnen voorzien van bankdiensten zoals ze dat eigenlijk gewend zijn. We zijn er nu een aantal jaren mee bezig. We hebben met een IOC ook een oplossing ontwikkeld waarbij er wat we noemen host-to-host connectie is. Waarbij dan een banksysteem direct gekoppeld wordt aan het systeem van de IOC. Dus dat is iets waar we op ons willen focussen. Zodat ze in ieder geval al een goede bankingbasis hebben in Suriname. En dat ze zich daar dus geen zorgen over hoeven te maken. Dat in kasstromen en het geld wat ze verdienen en wat ze hier gaan uitgeven, dat het in ieder geval op een veilige en efficiënte manier gaat. Dat is één. Dan heb je de internationale suppliers van die oil companies. Daar bieden we dezelfde diensten op aan. Dan heb je het derde segment, zijn de lokale companies. En die willen wij ook voorbereiden met financieringen voor projecten of uitbreidingen die ze willen doen. Maar ook door het stellen van ESG, dus sustainability plannen en convenanten. Om te zorgen dat ze voldoen aan de regels van die internationale companies. Want uiteindelijk als die internationale companies het land binnenkomen, dan moeten ze wel werken met de bedrijven hier. En als die nog op het niveau opereren zoals gebruikelijk... Dan ontstaat daar een gap. En dat is wat men noemt de ontwikkeling van local content in samengevat. En daar willen wij dus ons steentje aan bijdragen, zodat vanuit bankingsperspectief er weinig of geen belemmeringen zullen zijn. Ja. Dus wij bieden host-to-host banking aan. Dat is een heel bijzonder product waar de IOC's en de global companies gebruik van kunnen maken. Wij financieren voor de lokale partijen ook op basis van contracten, purchase orders en invoices. Terwijl er normaal gesproken meer op dekking wordt gefinancierd, wordt altijd naar dekking gevraagd. Wij kijken daar als er een contract is met een oil company of een leverancier of een purchase order of een invoice, dan kunnen wij al financieren daarop. Dat doen we ook al in praktijk. Dat is ook sterk groeiende. En ook als je kijkt naar de credit rating die wij hebben ontvangen als Finabank. En we als enige instituut in Suriname een credit rating ontvangen, een local A+E. Dat is dus ook wel heel bijzonder en dat kunnen we dus ook overleggen in gesprekken met buitenlandse partijen als ze klant willen worden van een bank. Ja, we hebben een aantal gesprekken gevoerd en wat we hebben gezien is dat daar referrals en zijn uitgekomen. Het is toch wel zo dat men, de wereld is groot, maar toch kent men elkaar dat is gaan rollen. Dus ze hebben zeker interesse getoond. En dat hebben we ook gezien in de toename van het openen van rekeningen en het aantal klanten. Ja. Het is een knooppunt van
van opportunities die besproken zullen worden. Dus het begint met elkaar kennen en het wekken van vertrouwen. En deze conferentie, dit evenement, daar komt alles samen bij. Dus je hebt, als je kijkt naar financiers, zijn er, maar er zijn ook partijen met specifieke kennis hoe je bepaalde infrastructuurprojecten, zoals ports of airports bijvoorbeeld moet doen, of bepaalde logistieke partijen. En dan heb je de buitenlandse partijen in de regio die naar Suriname willen uitbreiden, die allemaal zoekende zijn in wat kan Suriname voor hen betekenen. En dat kan je direct vertalen naar de waarde voor Suriname. Want als die partijen geïnteresseerd zijn en ze komen hier, dan zal er grotere vraag zijn naar voedsel, zal grotere vraag zijn naar werkgelegenheid, grotere vraag zijn naar of er bijdrage zijn aan huisvesting. En het zijn natuurlijk ook hele belangrijke thema's voor Suriname, waardoor ook de inflatie meer beheerst kan worden als de inkomsten omhoog gaan. We moeten niet te hard groeien, want dan krijg je weer een te hoge inflatie. Maar dat zijn allemaal zaken waar deze conferentie te bieden heeft.